Hans van Dranen. Kent iedereen in Bergen. Heeft een aantal nieuwe dingen op stapel staan waar we dadelijk uitgebreid hem over gaan doorzagen. Kortom, dat is Hans van Dranen. Theo zit erbij. Art kent u. En mij kennen jullie natuurlijk ook. Zo is dat. Hans, hebben jou in de Pilaren opgevist, opgepakt, meegenomen, ontvoerd min of meer. Want je weigerde eigenlijk weer eens een keertje. Maar je liet daar iets vallen. En daar gaan we het allereerst over beginnen. Jij hebt een boek geschreven. Dat komt in februari uit. Dat komt niet in februari uit, nee. Oké, het manuscript ligt kant-en-klaar in Frankrijk. In een grote kluis. Ook niet. Ook niet. Jamie Nicky. Ja. Ik zou slecht geef meer. Maar als het uitkomt, dan heb je, vertelde je mij zo en passant, op zijn minst 4 processen in je broek. Vertel eens het over. Daar kan ik nog weinig over vertellen. Moet je handen een beetje van je mond weghalen, want dan zie je kan hoe je zit te liegen weer. Erg weinig over vertellen nog. Te meer daar ik die processen pas wel heb als het boek uitgegeven is. En niet dat voor die tijd. Ik, maar je kunt wel iets aangeven. Wie de processen aan gaan spannen. Ik weet natuurlijk wie die processen aan gaan spannen. Het is een rekenkundig gemiddelde 4. Nou, je mag het raden, Theo. Nou ja, goed. Geef het eerst aan je. Geef het eerst even een indicatie. Te lang natuurlijk. Ja, ik kan er heel weinig over vertellen. Er is al jaren zo'n stil verhaal in het dorp van Verdranen kan wel schrijven. Okay. Ja, dat heb ik je hand een beetje weer gezet, want ze willen je graag zien. Ja, dat heb ik zelf nooit geloofd. Totdat ik het maar ging doen. En het is al heel lang geleden toen ik dus bij Toen de Hollands Dagblad was. Er zijn nogal wat rellen ook in de krant geweest. En mijn topper is altijd een ingezonden brief geweest. Aan onze groenman en aan de burgemeester van Schagen, die mij naast de buren waren toen mijn huis in de fik vloog. En die mij dus niet in de buurt wilden hebben omdat dan de waarde van de huizen zouden verminderen. Dat heb je met artiesten. Dat is een idee. Dat hebben ze dan ook geweten. Ja, toen, en dat staat. En toen ben ik ook maar meteen begonnen met mijn eerste bundel te schrijven. Die heette dan Meisjes Bedankt. En, een vrouwelijke burgemeester, Hans? Een vrouwelijke burgemeester, dat heeft ook niks met die burgemeester te maken. Heeft alleen maar te maken met het feit dat als ze me nou echt een beetje, te na aan het hart komen, dat ik dan reageer. En dan reageer ik op een zo creatief mogelijke wijze. Meisjes Bedankt was mijn eerste bundel die ik uitgaf, Bibliophile. Toen had ik nog niet de Black Rose Edition, die is pas later ontstaan. En daar heb ik dan mijn tweede bundel in uitgegeven, die dan Het Verdriet van Jammer heet. Eigenlijk een soort afscheid van Bergen. Was dat niet samen met Willem Hendricks? Nee, dat was heel lang. Dat heb je ook wel eens. Was het heel lang geleden? Dat was Twee Tweelingen met een voorwoord van Jani. Ja, maar daar heb jij niks in geschreven? Daar heb ik niks in geschreven, heb ik alleen de Edson voor gemaakt. Ja, maar later heb je nog eens een eigen beheer wat bij Fahlton gemaakt met Edson. Met Fahlton heb ik nooit zijn eigen was beheer niet, gemaakt. Was dat niet bij, door Fahlton? Nee, Fahlton heeft er verder niks mee te maken. Die heeft alleen met Twee Tweelingen iets te maken gehad. Oh, zo. En toen heb ik dus die dat Meisjes Bedankt heb ik bij Tolen dus in eigen beheer uitgegeven. En toen kwam ook het idee van, nou, nu kunnen we nog wel eens iets leuks doen met Bibliophile uitgaven. En hebben we met Klaas Vondeling en Gent van het Hof de Black Rose Edition opgericht. Waar dus een serie haikus van Klaas uitgegeven werd in het zwarte doosje. En daarna dan Het Verdriet van Jammer. Wat mijn afscheidsbundel was van Bergen. Maar waren dat ook gedichten? Dat waren gedichten ook, ja. Ja. Wanneer was dat? Dat was in 19, ik denk dat het 1974 was. Maar het boekje wat je nu geschreven hebt, dat gaat maar over, ik, over nou, dat zijn kijk, verhalen. Nou kijk, over Bergen wat er nu verder gaat gebeuren. Ik heb na mijn bundel, heb ik een bundel van Klaas uitgegeven, De Slijpende Vloedmeester, ook met gedichten en etsen. Dichter van Klaas en Edsen van mij. En ja, en dan moet je toch op een gegeven moment springen. En toen ben ik begonnen met op aandrang van een aantal mensen om me heen. Toch maar iets van, ja, ik vind memoires een heel lang en gevaarlijk woord. Ik bedoel dat eigenlijk veel meer
In de zin van op- en aanmerkingen zoals ik die in de loop van de 20 jaar dat ik in Bergen geleefd heb. Maar het zijn in feite wel memoires, hè? Want ik heb gehoord dat je dat niet alleen over Bergen schrijft, maar ook over je Franse over mijn periode Franse nu. Over mijn periode schrijf ik niet. Nee. Helemaal niet. Nee, nee, dus nee, alleen Bergen en de voor... Nee, eigenlijk is het niet Bergen. Kijk, ik zou je de grondstructuur van het boek wel vertellen. Ik beloof je dat ik er heel weinig over vertel. Als het op inside information uitgaat, wat ik wil doen nou, is... Het gaat niet op inside information, dat is alles wat jij mij... ja, wat ik wil doen is... in mijn leven zijn er een aantal mensen geweest die me min of meer geleid hebben. Dat klinkt wel heel theatraal, maar mensen waar ik dan wat van geleerd heb. Kun je daar één of twee namen van noemen? Die, zonder dat je nou mensen compromitteert. Nou, ik bedoel, ik bedoel dat eigenlijk, ja, namen vind ik niet zo belangrijk voor het moment. Wat ik eigenlijk wil zeggen is dat ik ook erg veel geleerd heb van het klootjesvolk. Ja, de mensen die... niks geleerd ook. Die, ik heb het niet over het pootjesvolk, ik heb het over het klootjesvolk. Tja, ik heb eigenlijk het meeste geleerd van... Hij heeft zoveel geëxperimenteerd daarmee, dat zal niet gewoon... Ik heb het meeste geleerd van de mensen die de mist in zijn gegaan. En dat zijn er nogal wat in mijn leven. Ja. Hè, mensen die een hele mooie start hadden, creatief waren tot op het bot. En op de een of andere manier toch, ja, ik noem dat dan maar, verraad hebben gepleegd. En poen zijn gaan verdienen. Ten opzichte van jouw van hun creativiteit. Hè, als je je creativiteit in een soort richting stopt. Hè, waarop het aanbod de vraag bijhoudt. Hè, ja, ja. Dan is genoeg nooit genoeg. En... dat is één punt. Andere punt, ook van de bad losers heb ik er ook geleerd. Mensen dus die mooi begonnen zijn en te bang waren om door te zetten. Want om creatief te zijn, je leven lang, moet je steeds veel opruimen. Hoe heb jij dat nou gedaan, Hans, zelf in je leven? Hoe groter de bagage, hoe korter de reis. Of een loser, of een... Ik heb mezelf nooit als een winner of een loser gezien. Want dat zijn begrippen die... Ja, maar als jij dus over andere bad losers... Je zou mij een drop-out kunnen noemen, weet je. Van die dan, wat zouden die mensen zelf opspelen? Ik bedoel, dat weet je. Nou, een teleurstelling vooral, hè. Een teleurstelling. Maar in verhouding met jezelf... In verhouding met mezelf. Ja, want zelf heb je een idee. Ik ben over mezelf? En dit of dat. Nee, voor mezelf ben ik iemand die rustig... Zouden mensen dat zelf ook niet hebben dan? Ik weet zeker van niet. Ik ben iemand die gewoon rustig door is gegaan. Ja, maar je bent toch ook uit Bergen weggegaan, Hans? Ja, je dat komt omdat ik dus... Je bent het Frankrijk weer helemaal opnieuw begonnen. Ik ben nooit opnieuw begonnen, of altijd opnieuw begonnen. Altijd, oké, vooruit, mag ook. Dat altijd. Heeft Frankrijk niks mee te maken. Behalve dan dat je op een gegeven moment hier in zo'n dorp, als je daar lang genoeg zit, ja, en dan nog ook mee wil doen in het hele sociale gebeuren van kroegleven en noem maar op, dat je er op een gegeven moment zo in het nauw gedreven wordt door het kleine, toch wel hypocriete wereldje. Om een klein voorbeeld te noemen, wat me heel lang bij is gebleven. Toen ik pas in het dorp was, was ik werkelijk een soort uitschot. Die artiesten, dat was die hele mentaliteit van toen. Je kwam toen uit Curaçao. En toen kwam ik uit Curaçao. Dat zijn allemaal parasieten. Ja, ja, maar dat zijn allemaal onbelangrijke dingen. Dat zat in alle kranten gestaan. In de burgerlijke zin. Nou, dat was eigenlijk mijn bevrijding, hoor. Toch. Nee, maar wat is nou een kleine voorbeeld? Je werd als uitschot behandeld. Ja, dat een beetje mensen die je dan, nou, je bent maar een parasiet. En, nou, omdat je schilderde. Dat was er toen nog ineens, je had gewoon steun. Omdat je schilderde. En heel langzaam word je dan toch Hans van Dranen, er wordt over je geluld. En datzelfde klootjesvolk, dat komt dan in de kroeg en dan moet je opeens een goede vriend zijn. Hmm. En dan gaat er iets kriebelen. Ik denk dan zo'n oude Ariur Sem, weet je, die dan altijd gekat heeft in de kroeg. En dan op een gegeven moment, ja, dan ben je toch zijn vriend. Ja. Nou, daar koop ik een brood voor. Ja. Huh? Ja.
En zo zijn er nog wel een aantal mensen. En dat is voor jou. Ik herinner me heel goed. daar wil ik het ook wel even over hebben. Over Rebecca Stunt. Die dan, toen ik pas uit Curaçao terugkwam. En echt het erg moeilijk had. Toen werden we uitgenodigd om bij haar te komen eten. En toen heeft ze de hele avond gepraat. Dat ik maar op de hoogovens moest werken. Want er moest toch geld verdiend worden. Want het was winter en het vriest. Jaren later, dat ik gewoon door ben gegaan met schilderen toch maar. Je hebt van die periodes in je leven dat je het niet meer ziet zitten. Dus denk je, nou ik ga maar een baan zoeken. Dan ben ik weer van alle gezeik af. Die zwaktes heb ik natuurlijk ook gehad. Je hebt ook een tijd sieraden gemaakt, niet? Ja, dat is veel eerder. Dat is toch ook... Maar laat me het verhaal maar even uitpraten. Of vind je het vervelend dat ik over Rebecca Stunt praat? Toen zei ik tegen Rebecca van kijk, ik moet toch maar eens een baan zoeken. Nou maar Hans, dat kan je toch niet doen met jouw talent? Ja. En dan denk ik, ja, dan gaat het nog een lampje branden van, ja, wat bedoel je nou eigenlijk? Moet ik nou op de hoge ovens of moet ik dan toch maar doorgaan met schilderen? Nou ja, misschien hebben die mensen je niet goed begrepen. Ik bedoel, toen je pas in Bergen kwam, nog steeds niet goed begrepen. Nee, maar en het duurt altijd een tijdje voor je een figuur als jij kan winnen natuurlijk. Al zie je dat? Ja. Oh. Algemeen zelfs voor jou, Theo. Ja, voor mij niet zo erg natuurlijk, maar voor de meeste mensen wel. Je bent natuurlijk voor een heel groot publiek ben je erg bekend, maar hoe kom je eigenlijk toe om te gaan schilderen? Want ik begrijp het Rebecca Stuntvermening was en Arie Cursor ook de idee had dat het beter voor jou was geweest om carrière te maken bij de hoogovens. Ja. Dat is niet gelukt, ze hebben wel hun best gedaan om jou het zover te krijgen. Maar wat is nou jouw motivatie geweest om te gaan schilderen in de godsdienst? Had je ons dat niet kunnen besparen? Natuurlijk had ik dat jullie kunnen besparen. Gewoon een ander laten doen. Huh? Dat heb ik ook een tijdje gedaan, maar dat ging ook niet. Die jongen is nu alcoholist geworden. Ik schil het echt niet. Nou kijk, ik heb dat altijd gewild. Wat dat betreft moet ik het dan even hebben over dat dualisme waarin ik grootgebracht ben. Een vader die heel creatief was. En een moeder die echt bourgeoise was. Van mijn moeder moest ik een net pak aan en van mijn vader mocht ik een alpino pet op. Ik heb dat allebei maar niet gedaan. Ik heb het allebei gedaan, liefde. Maar ja, ik ben wel opgegroeid in een creatief milieu. De vrienden van mijn vader waren allemaal schilders en beeldhouwers. Nou, dat was de wereld waarin ik wel toch... Maar hoe ben je toen ben je gewoon op jezelf gewonnen en toen schilderde je dus duidelijk nog niet. Anders had Rebecca Stunt en Arie hadden niet tegen jou gezegd, jong, ga eens eventjes... Ik heb altijd geschilderd, maar ik heb het op een 17e een tentoonstelling gehad in Amsterdam. En toen waren de kranten zo lovend en zo uitgebreid met het nieuwe aankomende jonge talent. Dat ik goed over mijn nek ging en me beloofd heb om voor mijn 30e niet te exposeren. Dat heb ik ook volgehouden. En vlak voor ik naar Curaçao ging, toen was ik ook 29, toen was mijn eerste tentoonstelling hier in Bergen. Ja, ja. Dag. Ja, ja, dat was in 1959. Om niet te ver uit te wijden, ik wil nog wel even van je weten wat je nou in Frankrijk beter vindt en wat je mogelijkheden zijn. Ik vind niets beter. Niks? Ik vind niets beter. Ik heb het er naar mijn zin. Je hebt naar je zin. En als ik je dan vertel dat in het land waar ik zit, Bretagne dus, wat dezelfde oppervlakte heeft als Nederland, dat daar 2,5 miljoen mensen wonen op de hele oppervlakte, en hier 14 miljoen, dan begrijp je dat ik daar toch iets meer rust heb en iets meer ruigheid heb. En als gevolg van het verplaatsen, jezelf verplaatsen van Bergen naar Frankrijk, is je... Nou, ik ben daar toch... Gebleven, maar nou, mijn productiviteit is veel groter geworden in Frankrijk. Omdat ik meer tijd heb. Tijd aan mezelf. De behuizing is ook beter. En de behuizing is natuurlijk... Ik heb 4 ateliers, weet je, waar ik gewoon van de ene... Huur je die? Ik heb een huis gehuurd, ja. Ja, dus dat... Dat kost me 250 gulden per maand. Nou, daar kan je geen breuk aan vallen. Dan heb ik iets van 11 ruimtes. Hmm. En een hectare land. Ja. Een soort harm. Nee, of niet zo. Ik leef daar helemaal alleen. Helemaal alleen. Yvonne woont hier. Nee, ik woon er helemaal alleen. En goed, dat je vriendinnen hebt is vrij logisch. Dat lijkt mij, jouw kennende,
lijkt me dat logisch. Ja, ja. Ja, jouw kennen we natuurlijk. Ja, ja. Maar ik kan nog even, voor het afsluiten, dat boek, hè, dat komt uit in februari. Nee, dat komt niet uit in februari. Dat wanneer komt het in uit? De loop van het volgend jaar uit. Februari is alles pers klaar en dan... Je hebt al uitgever ervoor, hè? Dus, ja, is allemaal geregeld, dus maar het, daar en praat ik van gaat niet over. Over in kosten, denk of dat weet ik niet, maar niet interessant, ook niet trouwens. Dat zijn mijn problemen allemaal nee, niet. Nee. Weet je, ook je wilt het wel een populair boek maken, dus... Nee, het wordt geen populair boek. Alleen voor verzamelaars? Nee, ook niet. Het wordt gewoon officieel uitgegeven in een oplage van 2.000 of 3.000 of 5.000. Nee. Met eventueel, als het goed loopt, nadrukken, herdrukken. Maar het is geen populair boek. Je kan erin gniffelen. Het is een doordenkertje. Maar dat kan je overal in. Ja. Dat kan je in Suske en Wiske en... Luc ook, gniffelen, maar het is toch veel meer, laat ik zeggen, literatuur dan sensatie. En er komen geen gedichten in. Is het vergelijkbaar, als je het literatuur wilt noemen? Ja. Met een schrijver bedoel jij? Oh ja, ach, dat is ook zo moeilijk. Ja, doe een poging. Van het Reven. Jeroen Brouwers. Zo. Ja, misschien. Nou, we gaan het met heel veel spanning gaan we afwachten, Hans. Zitten bedankt. Nou, zullen we vast de toast uitbrengen op het boek? Nou, wie weet, hè? En op de en de processen verslagen ook.